Ik heb een pakketje binnengekregen waar ik ook al een tijd op zat te wachten. Hier zat langere levenstijd. En nu kon het, dus dat was wel echt heel leuk. En deze kerel leeft in zo'n illusie. Het is gewoon bizar. Goedemorgen, het is maandag. En ik ga vandaag weer judoën. Oh, dat is leuk. Met Naya en Jelke. Oh, die judoën ook bij jou, wat leuk. Ja, en ik heb heel veel last van mijn rug. Heb jij last van je rug? Ja, ik heb pijn gedaan. Oké. Okay. Het puntje van mijn kastdeur. Oh, dat plekje. Je hebt een wondje op je rug. Ja, en ik zag zelf nog een beetje dat er wat op zat. Maar dat waren van die dingetjes wat niet goed is. Velletjes. Nee, over weer pleister. Oh. Op dat wittige. Zo, dan kan ik iets beter snel zien. Deze dames, die gaan. Dit is het niet zo beslagen als de vorige. Nee, dat was echt niet leuk meer, hè? Nee. Hij is nog maar aardig beslagen, maar het is niet meer zo erg. Ik heb een pakketje binnengekregen waar ik ook al een tijd op zat te wachten. Hier zat langere levenstijd. Nou. Oeps. Ik ben benieuwd aan of die of zo in elkaar zit of niet. Zo'n grote doos. Ik ga deze doos zo kleiner. Ik heb deze rekjes besteld en die zijn voor in de keuken. Ik heb natuurlijk al die pastapotten en zo. Maar die stonden nog op mijn aanrecht en ik had natuurlijk al verteld dat ik ze daar niet wilde laten staan. Dus die komen op de rekjes. Oh, volgens mij zitten ze aan elkaar. Dan kan ik het zo in elkaar zetten. Maar, oh kijk nou. Echt, dit is echt netjes. Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Kijk dan. Er zit gewoon een schroevendraaier al bij. Dat is echt netjes. Alleen moet ik het natuurlijk alsnog boren. Alleen, het is een plat en dit is een kruiskop, maar het zal vast lukken. Maar ik vond het wel leuk om die pastapotten zo op te zetten. En dan heb ik er twee, dus dan komt het zo. En dan dacht ik, stel ik vind dan niet genoeg, kan ik er altijd nog twee weer bij bestellen. Dat je echt zo'n wandje krijgt met allemaal van die potten. Dus ik ga ze even passen. Als het goed is, passen die potten er precies mooi op. En even kijken of Marco een boor mee kan nemen. Dat hij ze ook vanavond kan boren, want anders heb ik er nog niet veel aan. Ik ben weer onderweg naar school. Ik ga de meiden gezellig ophalen. Ja, dan probeer we maar. Dan moet je zonder, bloemkot zo zonder de randjes te raken allebei. Dan mag je ook gewoon lopen. Ja, als jij wil lopen, Sarah doet springen, maar niet de randjes. En jullie moeten zo wel dooreten, want hoe gaan we dan weer naar school? Op de fiets. Op de fiets. Ik vind dat echt super gezellig als die meiden thuis eten, maar het is zo'n gaaf. Dus ja, nu echt even, ik zet even thee, ik heb nog wat in huis. Maar ik heb echt een uurtje of zo. Want ik wil ook wel weer echt op tijd op school staan. Dat was wel leuk. Mila was vanochtend op de fiets, maar ik had de auto nodig. Dus die hebben we hier laten staan. Toen ben ik gelopen naar school om ze te halen. En toen zijn we terug dus met z'n drieën, alle drie op de fiets gaan. Zelf vind ik dat zo leuk, maar ik red het vaak gewoon niet. Omdat ik dan bijvoorbeeld, als ik er met de fiets naar school breng, staat de fiets daar. Maar dan moet ik er wel ophalen met de auto. Of ik moet met de auto erheen. En of dan zit ik weer met Mila, dan schiet het ook weer niet op. En nu kon het, dus dat was wel echt heel leuk. Ik bedacht me net ook dat ik eigenlijk tegenwoordig bijna altijd vergeet te laten zien wat ik aan heb. Dus vandaag heb ik deze bordeauxrode top aan van French Connection. Spijkerbroek Mango. En de laarsjes zijn van Tommy Hilfiger. Sarah opgehaald. En die is eigenlijk gelijk met haar vriendinnetje gaan spelen. Toen heb ik nog even een wasje opgehangen. En nu heb ik even een momentje niks. Ik heb heel vaak die dingen dicht. Maar dat komt omdat als de tv of iets aanstaat, dan komt dat licht heel fel naar binnen. Dus dan doe ik ze heel vaak dicht of dan laat ik ze tussendoor dicht.
Want het licht is soms eigenlijk te fel. Van achter ook. Maar ik had vandaag eigenlijk tussendoor wel open moeten doen. Maar vanmiddag was het zon echt heel fel naar binnen. En dan gaat hij ook overal weer kaatsen. En dan loop je de hele tijd schil in huis. Omdat dan via het scherm van de tv of de lijstjes... ja, komt hij echt precies binnen. Dus omdat hij dan vanuit die hoek komt... heeft hij echt heel veel weerkaatspunten. Dus ja, ik heb even tegengezet nog. Dus ik heb even een half uurtje rust. Ik heb de kip al in de oven gezet. Want ik had nog 2 bouten over. Dus die heb ik voor vanavond. En over een half uurtje moet ik verder gaan koken. Dus ik ga even een momentje voor mezelf ervan maken. Jee, de eerste 2 rekjes in mijn keuken hangen. Maar ik heb besloten dat ik er nog 2 bij wil. Dus Marco heeft wel de gaten al voor geboord ervoor. En ik heb de rekjes besteld, maar die komen woensdag binnen. Dus ik heb besloten dat ik het pas woensdag ga laten zien. Want ik vind het leuker als ze alle 4 hangen. Alleen het muurtje waar ze nu aan hangen, dat is nog niet gedaan. Dus het hangt niet zo mooi als dat ik zou willen. Maar toch ben ik wel blij dat het een beetje al het beeld geeft van zoals het moet gaan worden. Dus ik ben er toch wel heel erg blij mee. En de eerste dingetjes staan er al op, dus het is helemaal leuk. Dus ik kan echt niet wachten tot woensdag. Maar goed, ik zal moeten. Sarah ligt op bed, maar ik moest nog even wat regelen. En ik ga denk ik even thee zetten. En even dan vast mijn edit doen. Wij zijn weer Married at First Sight aan het kijken. En echt, nou hoe lang hebben we gekeken? 3 minuten voor de reclame kwam? Zoiets? Maar echt, dan zien we Troy weer. En deze kerel leeft in zo'n illusie. Het is gewoon bizar. Maar zelfs vanmiddag moest ik er gewoon over nadenken. Van dit is gewoon te bizar hoe hij niet ziet wat de realiteit is. Hij gelooft gewoon echt dat zij... helemaal gelukkig zijn op 1 meningsverschilletje of zo na. Terwijl echt zij echt zoiets heeft van, wat moet ik hiermee? Dit gaat gewoon niet, dit kan gewoon niet. En ik snap haar. Oké, we hebben het een beetje laat gemaakt. Maar we waren aan het kijken en er gebeurden dingen. En we wilden gewoon per se weten hoe het af ging lopen. Dus het is echt 12:30 nu. Maar we moesten zo aan het kijken. Is dat oud, Rosa? Ja. Oh. Dus nu gaan ze naar bed toe. Ja. Het is iets later, maar komt goed morgen. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneer hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!